welkom bij Buddings Autovlog. Jullie zijn er weer. Mooi, lekker vol programma hebben we. Rijden met twee serieuze offroaders. De Mercedes GLE AMG versie en de BMW X6M. En daar gaan we uiteraard niet de troepen in. Daar zijn ze namelijk niet voor gebouwd. We gaan ermee rond. Rond op Zandvoort. Waarom op Zandvoort? Nou, gewoon kijken welke het snelst is. Voor Autovisie doen we dat. Ik ben nu onderweg naar Peugeot dealer in Naarden. Dan ga ik het een en ander vertellen over de bijtellingsgekte die er momenteel is. En waar je nu, als je dus niet per se voor bijtelling gaat, maar waar je nu bijvoorbeeld nog voordeel kunt halen. Er zijn natuurlijk veel dealers, auto-organisaties die nog voorraad hebben. Nou, daar willen ze vanaf. Hè, schone lei beginnen, quota moeten gehaald worden. Daar vertel ik het een en ander over bij Editie NL. Maar ik zei het de vorige keer al, hebben jullie vragen? Ja, en misschien kan ik ze beantwoorden. En als ik ze niet kan beantwoorden, een van de collega's bij Autovisie. Nou, ik heb er een heleboel gekregen van mijn favoriete televisieprogramma. Welke kleur onderbroek draag je? Maar ook heel veel serieus op Twitter, via Facebook en ook natuurlijk via YouTube. Daan bijvoorbeeld uit Arnhem, die vroeg, wat is nou de allerleukste auto die je ooit hebt gereden? Ja. Nou, daar moest ik even over nadenken. En wanneer is een auto leuk? Als hij heel hard gaat, of als hij uitdagend is, of als het misschien op een gekke plek gebeurt? Nou, ik kwam tot de slotsom dat de Pagani Huayra, dat wel een hele vette was. 2 jaar geleden heb ik die met Erik van Vuren gedaan, vlakbij de fabriek. Dat was bloedheet toen, dat ding ging veel te hard. Het was een uniek ding, schreeuwend duur. Nou, dat was heel gaaf. Wat ik ook gaaf vond, ik heb ooit een keer in het Gelderdoom gereden met een Monster Jam met 1500 pk. Maar wat misschien wel de allervetste was, daar was ik echt serieus van onder de indruk. Jaren geleden inmiddels was mijn eerste keer een rit in de Ferrari F40. Wat een machine was dat. Ja goed, ik heb er meer. Max Sonneveld vraagt zich af wat mijn eerste auto was. Ja, ik zou het ook natuurlijk niet kunnen vertellen. Ik vertel het wel. Niet heel sexy. Dat was een Fiat Panda. En dat was dan nog in het gulden tijdperk. Voor degenen die niet precies weten wat guldens zijn. Dat was een betaalmiddel. Dat werd gebruikt voor de euro. 250 gulden betaalde ik voor dat ding. En dit deed het een paar maanden. Daarna heb ik hem naar de sloop gebracht. Ja, dat eerste autootje. Altijd een mooie herinnering. Stan Reggers heeft een vader. En die moet een nieuwe auto hebben. Nou rijdt die man een Volvo S60 D2 en hij wil iets anders. Overweegt een X1, maar zegt hij terecht, daar zit een 3-cilinder in. Ja, dat is waar. Die 3-cilinders die zijn zuinig. Maar die hebben niet meer de karakteristiek van de 3-cilinders van vroeger. Hè. Denk aan het Daihatsu Kuoretje met zo'n pruttelend machientje wat eigenlijk niet vooruit wilde. Ja, de huidige 3-cilinders die door allerlei autofabrikanten wordt gebruikt, hè, bijvoorbeeld ook door Ford, die zijn gewoon echt goed. Die klinken dan soms een tikkie armoedig, maar er zit wel gewoon echt veel kracht in. Maar goed, als je dat niet wil, hè, geen 3-cilinder, dan kun je een paar reggers ook gaan voor bijvoorbeeld een Honda CRV. Dat is een beetje een miskende auto. Erg goed, compleet ook in alles wat hij kan. Ziet er ook wel goed uit. Je ziet hem niet zo heel vaak, maar dat is meer omdat het een Honda is dan dat hij een gebrek aan kwaliteit heeft. Of dat nieuwe duo uit Korea, hè? De nieuwe SUV's van Kia en Hyundai. Die dingen die zijn ook gewoon echt goed. En die zien er beter uit dan wanneer dan ook. Hè? Ze hebben echt gewonnen wat betreft het design. En kwalitatief is het ook gewoon oké. Ja, qua uitstraling en imago is het misschien wat minder. Maar je moet zeker eventjes met die auto's gaan rijden met je pa. Goed, als jullie nog meer vragen hebben, blijf ze stellen. Ik blijf ze proberen te antwoorden. Ga ik nu naar Editie NL in Naarden en dan gaan we hierna sturen met SUV's. Heel waarschijnlijk ook met een paar echte off-roaders. Mercedes Calendar, Jeep Wrangler en de Land Rover Defender. Uitstervende ras, ze zijn er nog en wij nemen ze mee zo direct. Ja, ik ben niet in de kantine van de Peugeot dealer, maar ik ben hier om het een en ander te vertellen over de totale waanzin die er momenteel gaande is bij diverse merken, diverse dealers in Nederland vanwege de bijtellingsregels, die gaan veranderen. Wordt er zo vreselijk veel verkocht dat ze werkelijk eigenlijk niet afgeleverd krijgen. Ik zei dat vorige week al in mijn vlog over Volvo, 15 stuks per dag. En hier bij de Peugeot dealer in Naarden, bij Nefkens, doen ze er op zaterdag ongeveer 100. De parkeerplaats aan de overkant wordt afgehuurd. Daar worden alle auto's geparkeerd, de inruilers. En dan staan de trailers tegelijk klaar waar de nieuwe auto's af worden gerold. Mensen krijgen hier uitleg door middel van een film over hun auto. Het gaat dan om die 308. Ja,
En zo gaat dat maar door. Dik 4000 stuks in de afgelopen maand, november. En dan verwacht Peugeot er nog wel 11.000 te doen in december van deze auto. Dat is mooi voor Peugeot. Dat is zeer marktontwrichtend natuurlijk voor ja, al die andere merken die ook goede producten hebben, maar die net buiten die bijtelling zit. Ja, en je kunt natuurlijk momenteel volop voordeel pakken. Hè? En dan weet ik niet precies of je per se bij de Peugeot dealer moet zijn, want daar verkopen ze namelijk al zat. Maar er zijn diverse dealers in Nederland waar ze heel graag dit jaar nog van de auto's af willen. Denk aan Suzuki, denk aan Fiat bijvoorbeeld. En daar staat hij dan, de cameraman van Editie NL. Daar heb ik zojuist een praatje tegen gehouden. Ja, en hier staan dan al die 308's. En dat is heel opvallend. Het zijn 14% bijtellingsauto's, dus zakelijk gereden, dus bijna altijd leaseauto's. En hoe kun je dat herkennen? Dat het altijd van die saaie dingen zijn. Grijs, donkerblauw, wit, beetje zwart. En dan niet een keer geel, hè? Of rood, of hardblauw. Nee, gewoon saai. En je moet je ook even bedenken, hè? 15.000 in 2 maanden tijd van 1 type auto. Wat gaat er gebeuren? Die auto die gaat over 4-5 jaar terugkomen in de markt. Al die auto's komen dus terug op de markt. Ja, wat betekent dat voor de restwaarde? Dus nu je voordeel pakken. Ja, en terzijde tijd zeer waarschijnlijk een nadeel pakken. Ja, dat is een leuk spul. Een Targa. Kost inmiddels 60.000, hè? Een 996 turbo en hier een 996 turbo. En dan zou je denken, ja die 996, hè, die waren toch nooit zo populair? Ja, dat waren ze ook niet, maar doordat ze niet zo populair waren, waren de prijzen relatief laag. Dan zie je dat die dus nu gaan stijgen. Hè? Dan moet je vooral de turbo hebben, want daar zit dan weer een, ja, de juiste motor in, een bruikbare motor. Gallardo, kijk, klinkt lekker. Gallardo met handbak, zie je ook niet heel vaak. Dat was hem. We gaan naar Zandvoort. Die zijn niet echt geschikt om mee het circuit op te gaan, zou je denken. Maar er is het een en ander aan gedaan. Sport SUV's, zeg maar. Hele dikzakken. De Range Rover SVR. Degene die je daar hoort, dat is de BMW X6 M. In het wit. Het is een keus. En dan hebben we nog een GLE AMG. En met 2 daarvan, de Range Rover dus niet, maar met de BMW en met de Mercedes. Kijk, hier op Zandvoort kijken welke het snelst is. Gewoon heel simpel. Geen onderzoek over de functionaliteit. Niet kijken welke het best is uitgerust of er het best uitziet. Noem het allemaal op. Nee, gewoon welke is het snelst hier op Zandvoort. Ja, dat zijn ze dus, de SUV's in sportuitvoering. Nou staat de S voor SUV ook voor sport, maar dit is werkelijk sportspul. De Mercedes GLE 63S AMG V8 biturbo, noem het allemaal maar op, 585 pk met vierwielaandrijving. En dan deze, de BMW X6 M 575 pk, ook vierwielaandrijving. Dat is eigenlijk een beetje de grondlegger van het ja, sport SUV segment. Sportauto's qua hardware, qua onderstel, qua setup en dan verpakt in een hele dikke grote jas. Ja, is dat raar? Nou, een beetje wel natuurlijk, want ze zijn groot, ze zijn zwaar, dik 2200 kilo en dan zijn ze ook heel erg snel. Ja, dat is natuurlijk een beetje een aparte combinatie, maar goed. BMW en Mercedes maakt het, Porsche ook, hè, met de Cayenne Turbo en Range Rover met de SVR ook. En ja, dan is het eigenlijk aan ons om te kijken wie dan het beste werk heeft verricht. Welke is het snelst? Nou, dat gaan we natuurlijk niet vertellen. Als je het wil weten, moet je gewoon Autovisie kijken. Daar komt de hele video op te staan, met alles erop en eraan. Maar ja, dit is wel dikke shit, jongens. Tikkie ordinair, zeker in het wit. Nou weet ik niet of deze blauwe kleuren minder ordinair maakt. Dat is green
En ja, dit is dan het laantje. Het is eigenlijk gewoon heerlijk. Ja, min of meer off-road rijden, dwars door Nederland, daar waar het nog een klein beetje kan. Het heeft alleen wel een klein resultaat op de auto's. Kijk. Wordt een beetje vies. Ah, ja, ik bedoel, het zijn terreinwagens of het zijn het niet. Het is wel grappig overigens. De Defender is natuurlijk afkomstig net na de oorlog. En deze, ja, heeft er niks meer mee gemeen, behalve zijn naam dan. Maar is natuurlijk afkomstig uit de oorlog. Het bekende jeepje dat ontwikkeld werd om ja, een bijdrage te leveren aan de bevrijding van Europa. En uiteindelijk is die geëvolueerd in CJ's en nog een poosje meer uiteindelijk in de Wrangler. En die bestaat dan volgens mij alweer, ja, dacht ik, sinds 1987 of zoiets. En dan de Geländewagen. Die is niet helemaal ja, volgens de waarheid, zeggen sommigen. Ik heb het wel eens begrepen dat het zo is. De Shah van Perzië, een steenrijke leider in het voormalige Iran, die wilde een, ja, een serieuze off-roader die ook een beetje comfort bood. En dat moest dan een Mercedes worden. En dus hebben ze bij Mercedes gezegd van, nou, dan ontwikkelen we die. En dat is dus die auto geworden. De Mercedes Geländewagen. Mercedes zelf zegt overigens dat het anders is gelopen. Misschien schamen ze zich ervoor. Ik weet het niet. Lukt het, ziet ze? Zeker. Ja? Ja. Vind je ervan? Ja, lachen. Mooi werk. Als jij... Zo is het anders dan het circuit, hè? Ja, eens, ja. eens. Ja, als jij kan kiezen, ja. Mercedes, Jeep of Land Rover? Ja, lastig. Ik vind die Land Rover wel cool. Dat is een beetje tractor. Ja. Mercedes is mij ook te fancy. Ja, ik zou toch voor de Jeep gaan. Ja, wel? Ja, dat is hem. Ja. Ook die kleur, hoor. Helpt. En jij, Johannes? Ja, jij bent wel een beetje zo'n luxe paard, hè? Ja, het is alsof je in je woonkamer zit naar 4K-televisie zit te kijken en dit allemaal langs je heen ziet komen. Ja, geweldig. Je bent er wel, maar ook weer niet helemaal. Ja. Oké. Okay. Waardige diva-mobiel. Ja. Diva-mobiel, juist. Dit is wel een gaaf ding, hè? Utilitair. De oorspronkelijke jeepjes, ja, daar kon je alles afhalen. En nou, inmiddels kan dat niet echt meer, hoewel je zou denken hier met die scharnieren dat het wel kan, maar kijk eens hier, dit dakdeel, dat kun je er dus, ja, handmatig nog steeds wel uithalen. En dat is dan wel grappig. En daarmee heeft hij nog steeds een beetje dat, ja, dat robuuste, hè? Alsof alles mogelijk is. Ik vind het een stoer ding. Echt een stoer ding. Het is redelijk plastic-achtig allemaal. Maar daardoor kun je het ook wel weer makkelijk schoonmaken als het vies wordt. Ik vind het grappig. Kijk, die Mercedes Gelände, dat is natuurlijk een totaal andere auto. Hè? Die is luxe, die is chic. Ik geloof dat dit ding wat hier staat bijna 200.000 euro kost. Dat is echt waar. Ja, die Vender is ook een heel erg dik zak. Dus die is ook heel duur. En nou, het is wel een bende hier, zeg. En ja, deze Wrangler is totaal anders geprijsd. Hij zit zo redelijk in de opties, maar volgens mij is hij er van me af zo. Ik zou het even na moeten kijken. Ik meen om en bij de 70.000 euro in een lange uitvoering. Ja, dat is andere kost. De Defender, dat is dan de oudste. Maar dat is ook degene die, ja, eigenlijk nu dus opgeeft. Er komt een nieuwe van, volgend jaar is het gedaan. Terwijl de Mercedes Geländewagen tot 2022 gegarandeerd in productie blijft. En deze Jeep Wrangler, dat duurt nog een jaar of twee, dan is het ook gedaan. Dan komt er ook een andere van. Ja, dat greenlaning dan. Het is wel grappig, hoor. Je rijdt dus door de, ja, natuur, over leuke paadjes. Je komt ergens waar je anders nooit zou komen. En ja, het is geen keihard off-road rijden. Je hebt geen lieren nodig of weet ik veel wat. Maar Het is wel zeg maar een beetje avontuur, maar gelijktijdig is het ook wel weer avontuur, omdat echt avontuur niet meer bestaat in Nederland. En ja, dan is dit een soort van een soort van grappig alternatief. Hè? Ik bedoel, als je de gemiddelde Duitser die af en toe off-road gaat rijden laat kennismaken hiermee, dan zal hij denken van, wat zijn jullie aan het doen? En in Engeland kan het ook allemaal wat wilder. En in Amerika bijvoorbeeld, hè, waar Jeep bijvoorbeeld de Rubicon Trail rijdt. Nou, dat is even andere koek, zeg maar. Dus dit is leuk, maar het is vooral leuk omdat we echt andere dingen niet hebben.
ook wel weer gek, hè? Dat Land Rover onlangs aankondigde. Ja, nu stoppen we echt. Echt. We stoppen echt met de Defender. Ja, dat hadden ze toen al een heleboel keer gezegd. Maar op dat moment zei ze, nee, nou, maar nu echt. En wat gebeurde er? Er waren een heleboel mensen, wereldwijd, die zoiets hadden. Ik wil hem eigenlijk nog wel hebben. En toen gingen ze die dingen bestellen. En dat deden ze zo massaal dat Land Rover niet kon stoppen. Want ja, dan sneden ze zichzelf in de knip. En dus hebben ze toch maar weer de boel een jaartje verlengd. Benieuwd of dat met de Wrangler ook gebeurt. Die is dus in 2017 klaar. Klaar voor vervanging. En dat zal dan vermoedelijk ook het moment zijn dat het oude ladderchassis, dat die auto zwaar, sterk, maar zwaar maakt, dat dat ook gaat verdwijnen. Dat kan allemaal anders door middel van aluminiumstructuren, zoals bijvoorbeeld ook Land Rover doet. Lekker. Ook wel diep in het water. Moet je daar nog de hele week mee, Johannes? Ja, ja, ja. Samen, hè. We zijn ook de hele week samen op pad, dus. Ja. Offroad, green laning, niemand tegenkomen, maar zodra je dan de snelweg op gaat, dan sta je in de file. Ja. Yeah. Is het wat, dat green laning? Ja, 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 ik vind het eigenlijk wel leuk. Het is op zich wel grappig, hè? Er zit een klein beetje avontuur aan vast. Ja, het is avontuur, omdat echt avontuur op dat gebied er niet meer is, hè, in Nederland. Ik bedoel, als je echt wil offroaden, dan ga je naar België of ga je naar Duitsland of naar Frankrijk. Of als je, weet ik veel, onbeperkt budget hebt, dan vlieg je naar Utah of dan gaat de Rubicon Trail in Amerika rijden. Dat is echt, echt heel erg wild. Ja, dit is vooral een beetje blubberen. Maar goed, wel leuk. Wel leuk om te zien. Leuk om te doen. Leuk om te zien. Als je het wil zien, autovisie.nl. Duur nog eventjes voordat hij erop staat. Maar hij is zeer de moeite waard. De Geländewagen, de Wrangler en de Defender. En dan vooral het eindshot. Cameraman Patrick Johannes. Ik zal niet verklappen hoe het afloopt. Maar kan je melden. Toen hij thuis kwam, konden ze kleren in de was. Nou, dit was hem dan voor deze week. Burrings Autovlog. Volgende week ben ik uiteraard weer. Dan de Renault Megane, de nieuwe. Ik ben rijden in Lissabon. Design komt van Laurens van der Akker. Ik zit naast hem tijdens het diner van de persintroductie van de Renault Megane. Dus als jullie nou vragen hebben aan hem, dan kan ik die stellen. Stel ze hieronder op Twitter, Instagram, Facebook. Ik ga ze aan hem stellen en ik probeer ze te beantwoorden in het volgende vlog. En ga ik volgende week ook rijden met een Charger. Ik had het te pas over, een Challenger. En dat was het niet, het was een Charger. Van een half eeuw oud, heel veel pk's, dikke V8. Dus dat was leuk. En nog een keertje modder worstelen volgende week. Want we rijden met de buggy van Tim Coronel. En eerst zou ik het met Tim en Tom doen. Tom is druk, dus Tim is er. Maar dat is op zich wel goed. Tim is de man achter dat Dakar-team. Hè? Die heeft het eigenlijk opgezet. Het is inmiddels Mr. Dakar in Nederland zo'n beetje. Het is eigenlijk wel aardig om eens te weten wat hij nou van Tom vindt. Als hij in die buggy rijdt. Hè? Ik bedoel, ze zitten allebei in zo'n ding. Dus ja, hij zal wel wat van hem vinden. Als jullie willen weten het een en ander over dat Dakar-team van de heren Coronel, stel de vragen dan ook. En dan breng ik ze over. Dank je voor het kijken. Tot volgende week.